Hey hoi, Carla hier. Ik heb een hele leuke workshop voor je bedacht. En met inspiratie uit mijn nieuwe boek. En ik denk dat je wel mee wilt doen. Ik zal je laten zien wat we nodig hebben, maar we gaan in ieder geval lekker brushletteren met een penseel. Heel wat anders. En probeer een aquarelpenseel of een wat losser penseel met iets langere punt te kopen of te zoeken. En dan gaan we lekker aan de slag. Wat gaan we maken? We gaan een poster maken. Het is niet per se bedoeld dat je dit nu helemaal iets heel moois moet maken. Het gaat er gewoon om dat je plezier aan hebt. We gaan wat mengen. We willen graag een kleurverloop hebben. En dat gaan we bereiken door ecoline te mengen. Of het kan ook aquarelverf zijn, wat je maar in huis hebt. Dus kijk maar mee of je mee wilt doen. En je gaat er in ieder geval van genieten, ongeacht het resultaat. Maar je zult jezelf verrassen, ik weet het zeker. Pak je spulletjes erbij en we gaan lekker aan de slag. En mocht het snelst gaan, dan druk je even op de pauzeknop. En de inspiratie haal ik uit mijn boek. Ik heb een mooi alfabet gevonden. En die neem ik als inspiratie. Dat is dit alfabet. Gewoon een los, beetje vrij speels alfabet. Soms wel gebrushletterd, soms niet. En dat ga ik dus brushletteren met penseel. Maar het kan ook met brushpennen. Dit wil ik overnemen op het blad. Dus ik ga gewoon dezelfde compositie aanhouden. En dat betekent dat ik 5 regels nodig heb voor de letters en dat ga ik indelen op mijn pagina. Dus ik hou deze ernaast. Wat heb je nodig om mee te doen? Aquarelpapier. Ik heb een vrij groot blok van Tombow omdat ik op groot formaat wil werken. Ik ga werken met ecoline, dat is vloeibare waterverf. Dat kan ook gewoon aquarelverf zijn of je kunt met je brushpennen een waterverfje maken. Ik heb een paletje omdat ik wat kleuren wil mengen. Een aantal pipetjes, want ik heb niet allemaal nieuwe flesjes van de ecoline. Een potlood en wellicht een liniaal. En dan kunnen we lekker van start. Ik ga het papier indelen. Dat doen we heel dun met potlood. Voor nu in het voorbeeld, even niet te veel bij nadenken, doe ik het heel dik. Anders zie je niet, als ik heel dun ga opschetsen, dan kun jij niet meedoen of nadoen. Dus mijn potloodlijnen zijn heel dik, maar die bij jou heel dun. Zodat je ze makkelijk weer weg kunt gummen. Want dikke lijnen onder ecoline of brushpennen van potlood kun je niet weer weghalen. Ik bepaal eerst even globaal de midden of het midden van het blad. En dan wil ik dus die 5 regels. Dus dit wordt mijn middelste regel. En dan wil ik wat ruimte hier vrij houden bovenaan. En hier onderaan. Dus daar kom ik niet aan. Er blijft eigenlijk dit vlak over om te verdelen in 5 regels. Dus je kunt het even opmeten. Ik heb nu globaal even dus 20. Nou, 24, bijna 5 centimeter. Dus stel dat we nu even ongeveer 5 en dit ook even 5. Nou ja, het gaat om een idee dat het ongeveer zoiets. Zoiets. Het hoeft niet heel strikt te zijn. Dus dit zet je even voor jezelf op als reminder dat dit de regels zijn waarop je je tekst kunt maken. En dan kun je ook nog heel dun, ik ga het nu heel dik doen weer erom, de letters opzetten. Dus dan bovenste regel was A, B, C, D, E. En die C die staat in het midden, dus die zet ik daar vast neer. Dan een D, E. Dus lekker vrij en grof. En de B. Dan heb je al een beetje een idee waar de letters allemaal komen. Dan hebben we de
volgende regel, dan is de I in het midden en dan komt daar een J, K en een L en een H. Maak het jezelf dus niet te moeilijk door vooraan te beginnen. Gewoon in het midden beginnen en dan kun je je letters vanzelf uitlijnen. Dan weet je hoeveel ruimte je ongeveer hebt. Middelste regel staan nog meer letters op, dus dan komt ongeveer de P in het midden. Ik moet even uitkijken met die J hier. Q. S. En dan gaan we weer terug. O. Dus dit doe je heel dun met potlood. Heb je ongeveer een idee waar de letter moet komen. Dan even de V houden we nu aan in het midden met die compositie die ik in het boek had. De W, U, T, daar kunnen we misschien iets meer uitpakken. En dan komt hier weer in het midden ongeveer die X, I en de Z. Dit idee een beetje. Doe daar gewoon even over. Als je dit wilt oefenen, kun je het ook even op een A4'tje oefenen. Dan word je even wat bekender met de maten en de volgorde van de letters. Maar een simpele manier is om het gewoon vanaf het midden uit te gaan lijnen. Dan weet je dat je uitkomt ongeveer met je compositie. En ik hou ook mijn randen een beetje vrij, zodat de letters niet aan de zijkanten komen. Probeer het maar eens. En dan gaan we gummen. Je gumt zoveel mogelijk lijnen uit op je papier. Want we gaan nadat we het gemaakt hebben eigenlijk niet meer gummen. Dus de hulplijntjes. De letters kun je laten staan, maar de hulplijnen gummen we weg. Ik heb ze nu heel dun opstaan. En dan gaan we nu wat kleurtjes mengen. Ik wil graag een kleurverloop in mijn letters gaan maken. Dus ik begin elke keer met een groenblauw, blauw, naar donkerblauw. Die kleuren heb ik hier ook. Dus ik ga eerst kleuren mengen. Ik heb in ieder geval een donker, hele donkerblauwe ecoline. Daar zit al een mooi pipetje in. Even een voorraadje aanleggen. En doe heel iets donkerblauw in dit bakje, want daar ga ik die blauw bij doen. Ik ga ze even mengen. Dus dit is een gewone blauw, noem ik het dan maar even. Als ik hem open krijg. En dan heb je van die handige pipetjes. Die kun je kopen. Die doe ik iets gewoon blauw erbij. Zo. Het lijkt nu allemaal zwart. Maar we gaan het straks even testen op een proefpapiertje. Gewoon blauw. En dan wil ik het blauw, deze, een beetje gaan mengen met groen. Yes. Dit is één pipetje. En je kunt ook ik heb ook van die spuitjes, daar kun je het ook mee uit het potje halen. Even kijken. Hier doe ik dan wat groen bij. En dit wordt normale groen. Zo, zo. Dan gaan we eens even kijken of de kleuren zijn wat we ervan willen maken. Ik heb er 2 glaasjes water bij gepakt. Eentje is altijd voor het smerig water en die is schoon. Dus als ik iets heb gedaan, maak ik eerst mijn penseel eerst helemaal schoon. En dan ga ik in het schone water. Nou, nu de eerste keer is dat allemaal niet zo belangrijk. Dus dit is de gewone groen. Goed hierin schoonmaken en dan nog een keer, laatste keer in het schone water. Dit was de mix van groen en blauw. Nou, dan mag wel iets meer blauw bij, zie ik.
Dit was de helemaal blauw. Dit was het mixje van die donkerblauw. Die komt ook. Het is heel, heel licht. Oh, er zit een verkeerde glaasje. En dit is de donkerblauw. Dus deze moet donkerder en die moet blauwer. Dus ik ga even een beetje wat proberen. Yes. Ja, die is nou meer blauw-groen geworden. Daar ben ik tevreden mee. En dan wou ik die, die moet nog wat donkerder worden. Dus daar doe ik nog iets meer donkerblauw in. Ik weet niet of het gelukt is. Dan nog heel iets donkerder. Nou, die is iets donkerder geworden. Dus dan ga ik proberen om met die 5 kleurtjes, even onthouden welke welke is, het alfabetje op te zetten. Ik heb er ook nog even een tissueetje bij gepakt en mijn aquarelpapier met het alfabet. En we gaan lekker van start. We hebben 5 kleuren. En de eerste lijn of eerste regel die we hebben zijn ook 5 letters. Dus we beginnen bij het groen. Iets blauw-groen, blauw. Meel blauw met donker blauw en dan blauw. Dus we gaan het gewoon proberen. Maken de kwast even, penseeltje even schoon. En dan gaan we brushletteren met de penseel. Hetzelfde als met een brushpen. Alleen dit is veel flexibeler. Dus het maakt helemaal niet uit hoe het uitkomt. Laat het gewoon lekker ontstaan. En tussentijds maak ik mijn penseel even schoon. En je kunt ook de kleur, omdat je op aquarel werkt, een beetje in elkaar over laten lopen. En dan krijg je een mooi kleurverloop in de letters. Zelfde techniek, naar beneden dik en naar boven dun. En je bent dus met de hand het penseel aan het sturen. En heb je dit nu opgezet en je bent linkshandig, dan zou ik eigenlijk van rechts naar links werken. Dat is eigenlijk het makkelijkste. Gewoon een heel leuk werkje om te doen. Lekker met de inkt spelen. En je kunt heel makkelijk corrigeren. Mocht je iets niet goed vinden, dan kun je er nog wat bij zetten. En ik heb nu al een heel mooi kleurverloop van groen naar donkerblauw. Ik zit wel heel de tijd in het verkeerde glaasje. Goed voorbeeld, hè? En dan gaan we de rest van de letters op dezelfde manier opzetten. En nu zit bijvoorbeeld zo'n kleurovergang
niet bij een letter, maar halverwege een letter. Dus ik heb de eerste deel van de G met groen geschreven. En het tweede deel schrijf ik dan met die blauwgroen. Zo kom ik, want hier staan meer letters op deze regel. En zo kom ik weer goed uit. Op deze regel staan maar vier letters, dus dan ga ik de W, die bestaat uit twee vormen, die ga ik donker en weer middelblauw maken. En omdat die lus van de T over de T heen gaat, krijgt hij de kleur van alvast van die blauw-groen. Even kijken. Nu hebben we een mooi kleurverloop van groen naar donkerblauw. En we kunnen het nog iets versterken door, we hebben nog genoeg waterverf over, door het lekker even ook te spetteren met deze volgorde mee. Dus ik maak hier wat groene spetters. Ik verdun de waterverf ietsjes met water. Ik doe het eerst even in het paletje en daarna in het water, want dan krijg ik een iets lichtere kleur, anders worden het allemaal hele donkere spetters, want dan is de kleur te donker. Het resultaat, zelfs het afstrijkpapiertje is een kunstwerkje. Ja. En ook al ziet het er niet zo uit, of heb je een ander resultaat, het gaat gewoon om dat je even lekker bezig bent geweest met je penseel, met kleuren mengen. Ja, even creatief, even je hoofd leeg getekend en misschien met een leuk resultaat. Maar als het niet zo is, dan ja, so be it. Het hoeft geen poster te worden die je op moet hangen. En anders probeer je het gewoon nog een keer. Leuk dat je keek en succes en veel plezier met maken.